Jongens, welkom bij het nieuwe eSports nieuws, de show. Het is eigenlijk een soort show. Waar we elke woensdag het laatste eSports nieuws met jullie doornemen. Vorige week woensdag was ik er niet, dus Marcel dacht, heb ik ook vrij. Was helemaal niet, maar ik kwam gewoon niet. Oh, hey Marcel. Tom zei tegen mij gewoon, nee, blijf van thuis. Ja. Ben niet. Denk ik. Achterbaks, mag maar niet uit. Ik ben Peter, dit is Marcel, à la Koppersan. Inderdaad, ja. Peter, a.k.a. Eindbaas. En ja. We gaan jou deze 2 weken terug. Ik wilde zeggen 2 uur. Nee, 2 weken. De komende 2 uur op de hoogte houden van het laatste eSports nieuws. Dat is een hele lange hartstikke uitzending. Goed. Nee, we gaan jullie weer inderdaad alles vertellen over de rijlen en zeilen van eSports nieuws. Met ook heel veel nieuws van Nederlandse bodem. En dat vind ik altijd heel leuk. Ja, precies. Want, wat blijkt, Team Paria, waar wij het een aantal afleveringen eerder over hebben gehad. Die is eerst gewoon zijn groep. Die heeft de ESL World of Tanks competitie hebben ze gewonnen. Dat is echt heel goed. Mega tof. Ja, want het team Paria, dat is vooral in World of Tanks, die heb ik wel eens gezien. Ja, zijn ze redelijk goed. Nou, fucking goed! Ja, fucking goed! Ja, want ze zijn door de rond. En wat gebeurt er nu? Want nou, dat is wel even spannend. Dit is natuurlijk, dit wil gewoon zeggen dat ze dus, eerst zijn gewoon een groep. Het is gewoon een los toernooi, ze heeft verder niks mee te maken. Maar ze zitten ook in de Silver League. Ja. En bij World of Tanks heb je de Silver en de Gold League. Gold is het hoogst, zeg maar. En als ze bij de Silver League eerste worden, ze staan nu gedeeltelijk derde. Als ze eerste worden, dan gaan ze meteen naar de Gold League. En als ze de eerste of tweede nog weten, of tweede of derde weten te worden, dan mogen ze tegen degene die degraderen uit de Gold League, mogen ze dan gaan battelen om te kijken wie dan door mag. Maar dat is allemaal online. En ze hoeven nog niet naar Krakau of Wit-Rusland. Nee. Daar komen ze vandaan, geloof ik, hè? Belarus. Belarus? Belarus? Dat is Wit-Rusland. Oh, oké. Okay. In het Engels. Daar komt World of Tanks vandaan. Oké. Okay. Ja, het wordt heel verbaast veel me niks. Ja, het door is wel Russen heel gespeeld. Erg Oost, inderdaad. Ja. Oost-Europa is het heel erg groot. Ja. Nederland omdat het gratis is. Is dat zo? Ja. Kun je skins kopen? En, ja, je kan wel skins kopen. Oh, ja. Maar je kan het gratis spelen. En, wat ook heel erg helpt bij World of Tanks, dat elk systeem kan het draaien. Dus in Rusland hebben ze natuurlijk allemaal nog Windows 95. En dan kunnen ze het gewoon draaien. Volgens mij zijn ze wel laatst naar Millennium gegaan. Nou, nah, precies. Dan kun je ook mee hacken. Daarnaast is er opmerkelijk nieuws. Want bij Twitch is het viewers... Hoe heet het? Record. Het viewrecord is verbroken. Bij de E-League in die finale werd namelijk 1 miljoen... waren 1 miljoen mensen live aan het meekijken. 1 miljoen. 1 Bam. Miljoen. Schone naak. Okay. Mega tof. Valt, ik vind het toch nog altijd wel meevallen. Dat hele verhaal over Twitch, hè. Wij twitchen 4 keer in de week. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar het is, als je al die aantallen ziet, dan is het nog niet dat je denkt van, god, dit is echt wereldwijd enorm. Het blijft wel niche. Ja, toch? In dat principe wel, maar het is steeds groeiende. Ja, het is groeiende, maar 1 miljoen viewers, kijk, voor ons is dat veel. Maar als je het op de wereld optelt bij elkaar, ja, dan valt het op zich wel mee. Maar nee, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. X-Factor heeft meer kijkers. Ja. Ja. Maar dit zijn 1 miljoen views op Twitch. Het wordt ook uitgezonden op Azubu, op YouTube, op hun eigen website. Ja, dus nee, oké. Maar ik zeg even in perspectief. Ja, het is groot, maar het is nog niet... Ja, als je 1 miljoen kijkers hebt in Nederland op tv, dan heb je gewoon een normale draaidag bijna. Zeg maar, nieuws krijgt volgens mij al bijna 3 of 4 miljoen kijkers per dag. Ja, precies. Dus dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Dus ja, inderdaad. Maar er is nog iets gebeurd, want Faker, de beste League of Legends speler ter wereld, zijn contract met Azubu van zijn team was afgelopen. Ja. Dus hij was voor het eerst gaan streamen op Twitch. En hij is al met zijn kijkers net onder die van GamersNet. Of net erboven, sorry. Hij heeft meteen een record verbroken. Want hij had 245.000 kijkers op 1 individuele stream. Bam! En dat was ook meteen een nieuw record. Leuk. Ik had begrepen dat GamersNet net een uur ervoor op 230 zat. Dus weet je. Nou, 230 viewers halen we altijd. Niet tegelijk, maar als ik op de avond kijk, dan haal ik dat wel. Maar niet 1000. Het is een begin. Overal een klein begin, toch? Is dus ook zo. Die heeft meteen dat record verbroken. En heel internet werd er gek om eigenlijk. Ja, leuk man. Dat is wel tof. Ja. Maar hij verdient natuurlijk nu veel meer geld met Twitchen dan met zijn contract. Want daar kun je niet tegenop concurreren. Hij kreeg zoveel donaties meteen. Ja, precies, bizar. De stream had wel meer lag, zeg maar. Meer loading screens dan Skyrim zo'n beetje. Het was echt niet normaal. Dus qua technical difficulties, difficulties, waren er nog best wel veel. Van aan zijn kant of aan was zijn Twitch kant. Overbelast? Nee, aan zijn kant. Of dat misschien wel. Nou, dat kan ook, ik weet niet. Dus dat was wel jammer. Maar ja, nog steeds super tof. Oké, dan hebben we nog nieuws over Fnatic. Inderdaad want de jungler Amazing, die wordt even 2 weken op de bank gezet. Waarom? Wat heeft hij gedaan? Drugs. Hij heeft niks gedaan, maar ze zeggen van ja, we willen hem even wat rust gunnen. Oh. Oftewel, hij is gewoon slecht bezig. Ja. Hij wordt nou vervangen door iemand uit Fnatic Academy. Ze hebben sowieso een 10-man line-up, dus er moest sowieso wat... Oh, Fnatic Academy, die heb jij toch live nee, gezien? Nee, dat was CSGO. Jawel, Fnatic. Ook niet al goed.
Ja, dat klopt. Ja, heb je wel gezien. Dus ja, met Fnatic gaat het sowieso niet heel erg goed in de competitie. Ze zijn een beetje... Ja, zag je shirtje al op Marktplaats? Die is wonderbaarlijk aan mijn kast verdwenen. Ja, dat zal best, ja. Oké. Gamer staat sticker overheen geplakt. Ja, dat is ook niet heel. Hey, daarnaast is er nog het grappigste nieuws. Grappig nieuwtje, want de Unicorns of Love, ja, een ander team, die hebben twee keer in één game hebben ze de Baron gestolen van het andere team. Ze wil eigenlijk zeggen dat grote paarse beest in het midden zit. Ja. Die kun je eigenlijk met Smite, doe je 800 of 1000 true damage. Daarmee pakken ze hem meestal. Ja. Maar deze keer werd hij gestolen door een support met haar skill, zeg maar. Dus die doet het net 80 tot 100 damage en dan werd hij mee weggekaat. Dat was best wel En twee keer in één? Ja, twee keer achter elkaar. Oké. Okay. Instantly exhausted onto Exile. We don't have time for that because now Splice has gone for the Baron. There is yet another Baron and Xerxes is nowhere in sight right now. Hellesang descends and what? Gets it! No way! Are you kidding me? Hellesang just stole the Baron! Daarnaast heeft Riot gezegd dat er geen zusterteams meer in de Challenger League mogen. Nou, vind ik terecht. Ja, ik was zeggen, daar hebben we een aantal keren over gehad dat het eigenlijk gewoon geldfarmen was. Een valsspelen inderdaad, ja. Riot heeft nou gezegd van ja, inderdaad, dat gaan we niet meer doen. Klaar. Zijn ze laat mee, vind ik. Persoonlijk. Vind ik ook. Hadden ze veel eerder moeten inrijden. Al drie seizoenen. Want het is wel gebeurd nou. Ja, ja, dit is echt... Dus, jammer. It's bad. Ja. It's bad, totally bad. It's bad. Worst ever. It's fake. Bad. Totally fake. Ja, fake. Yeah, it's fake media news. Fake. Maar nee, inderdaad. Oké, okay, CSGO. Valve heeft inderdaad voor opschudding gezorgd, want de map Dust 2 is uit het pakket gehaald. Bam! Komt er niet meer in tijdens de toernooi. Ja, nou, daar zijn mensen kwaad over. En dat begrijp ik wel, maar het is wel leuk. Want er zijn heel veel van die teams die richten zich echt op een aantal van die mappen. En Dust 2 is een van die mappen waar heel erg wordt opgetraind. De Rebels houden ook van Dust. Hij is de... Tweede meest gespeelde map op toernooien. Ja. Nou weet ik toevallig dat de Rebels heel erg focussen op maps die niemand speelt. Dus dat ze daar... Oh, ja, nee, maar dan kunnen ze die kiezen, die kent niemand. Ja, slim. Ja, nou ja, goed, slim. Ja. Dan gaan we nog zien bij de party in april, jongens. Kom maar kijken. Inderdaad. Maar, dus ik vind dat niet zo erg. Weet je, dan moet je maar iets anders leren. De map is voor de komende majors in ieder geval nog geblokkeerd. Dus er wordt aan de map wordt dan gewerkt, er wordt getweakt, er worden dingetjes aangepast. Oh, er wordt getweakt? Jawel, hij wordt niet compleet weggehaald. Maar hij wordt een beetje gefine-tuned en er worden een aantal dingen uitgehaald. Komt nog een keer nieuwe maps? De map wordt vervangen door Inferno. Oké. Dat is ook een hele oude map. Die ook al heel lang meegaat. Dus of er nieuwe maps komen, ik weet het niet. Ze gaan de maps die ze nu hebben, gaan ze wel aanpassen. Zelf is ook veel te druk met geld tellen. Vind ik ook. En al die CSGO-gokschandalen moeten ook allemaal betaald worden. Dus, is ook zo. Hey, daarnaast heeft Astralis de E-League gewonnen. Degene waar de meeste mensen naar keken op Twitch, dus die finale. Ja. Daar hebben ze $500.000 mee verdiend. En dat was niet iets grappigs gebeurd. Want ze stonden op een gegeven moment 1-1. Ze moesten spelen tegen Virtus Pro. En op een punt stond het 14-11 voor Virtus Pro. En toen had het Twitter-account van de E-League... die had al eruit getweet dat Virtus Pro gewonnen had. Oh. Maar... Dat was nog helemaal niet. Dat is meteen weer dan de Caster's Curse heet dat dan. Zodra je iets zegt dat iets gaat gebeuren, gebeurt het tegenovergestelde. Astralis won dus met 14-16. Finally, Pasha coming in with a refrag, but he's down. The bomb has been picked up by Dupree. They get the spray. Neil takes one and Taz is there. And Astralis, they win the first major championship. 16-14 against Virtus Pro. Unbelievable. And it's Astralis who will be carrying that trophy home with them. Zijn ze ook boos geworden op de organisatie? Dat zal wel weer. Ja, nou, weet je, als e-sporters verliezen, dan worden ze altijd boos op iedereen. Ze werden niet boos, want ze hebben het heel snel gecorrigeerd. Want ze werden natuurlijk heel snel erop gewezen van... Hey, volgens mij is die wedstrijd nog bezig en hebben ze niet gewonnen. Ja. Dus het werd meteen teruggedraaid. Maar ja, nog steeds was best wel grappig. En ergens wel een beetje, schandalig inderdaad. Ja. Maar kan gebeuren. Ach ja. Huh? Hey, wij hebben ook een paar keer getweet Half-Life 3 aangekondigd. Maar dat blijkt dan elke keer weer net niet waar te zijn. Maar we hebben de tweet altijd klaarstaan. Dat heet dan clickbait volgens mij. Ja. Is toch wel anders. Heel slim. Nee, daarnaast is team QWERTY, die ik wel heb gezien op Leipzig. Ze waren daar laatste geworden. Ze waren in december waar ze begonnen. Ze hebben niet heel veel bereikt. Ze hebben zich nergens voor weten te kwalificeren. Oh. En ze zijn na anderhalve maand zijn ze alweer gestopt. Oh. Dus dat is wel jammer op zich. Ik jammer. Je kan het ook gewoon volhouden. Dan word je op een gegeven moment een running gag dat je altijd verliest. Dat is ook leuk. Nou ja, anderhalve maand. Ja, dat is wel heel snel, kort, hè? Ja. Dan had je er beter gezegd van, je pak er nog een paar toernooitjes bij, weet je wel. Dat zei ik. Dat is letterlijk wat ik zei, maar goed, maar niet, niet. Maar goed, maar niet, we gaan naar Overwatch. Wat is er met Overwatch gebeurd? Nou, ik heb een leuk filmpje hiervoor. Leuk. Moet er zo eens even overheen geplakt worden. Normaal denk je dat ze bij CSGO doen ze soms dus heel erg vaak op elkaar schouders staan om ergens omhoog op te komen. Tuurlijk. En deze keer deed een McCree-speler, die ging ook op de schouder staan van iemand die hem omhoog boostte twee keer. En toen kwam hij op een plek waar hij eigenlijk niet kon. En dan pakte hij gewoon in één keer heel het team met zijn High Noon. No!
It's high noon. Het was zo grappig, want dit was letterlijk high noon, want hij stond hoog. Snap je? Dus dat was echt mega fantastisch. Moet ik hem uitleggen? Of? Het is vet. Als je het filmpje ziet, dan denk ik echt zo van, wow, mega tof, hoe kan dit? Ik merk dat je niet onder indruk bent. Jammer. Ik weet waar je wel om kan lachen. Wacht even. Oh. Wow, mega tof, hoe kan dit? Zo kansloos. Oh, goed filmpje, man. Goed filmpje. Jezus, heb je die ook bij je schoonouders laten zien? Maakt wel indruk, denk ik. Wat een goed filmpje, zeg. Hey. Zo blij dat ik dit niet moet editen. Wat een heerlijk filmpje. Heerlijk. Genieten. Waar is de popcorn? We doen er nog eentje. FIFA 17. Inderdaad, ja. FIFA 17, ja. Want er is, ja, het kan eigenlijk niet. Het is leuk, dit. Het is een eerste Nederlandse e-sports schandaal. Ja, maar belachelijk. Ik snap niet dat dit inderdaad überhaupt kan gebeuren. Maar goed. Een speler van de E-Division, de e-sports divisie, net opgericht door de Eredivisie, waar FIFA-spelers elke club heeft trainen, gaan tegen elkaar strijden. Dezelfde wedstrijd als in de Eredivisie. Precies. Nou, ADO had een speler aangenomen, waar ze heel blij mee waren. Tuurlijk. En een week later werd aangekondigd dat hij ontslagen werd. Want, wat bleek? Het is een neusie. Het was een Ajaxie. Jazeker. Dat kun je het er niet maken. Ik vind het belachelijk dat je die man ontslaat. Ja. Is er echt nog één voetballer in elk team van Nederland die echt voor de club is waar die op dat moment voor speelt? Behalve inderdaad die ADO-speler, weet je dan. Maar verder, iedereen gaat er voor het geld. Dus toch niet dat iemand die bij Ajax speelt echt voor Ajax is. Mensen hebben letterlijk zijn tweets gekeken van 3 jaar terug. Echt? En dat hij één keer gezegd, Ajax landskampioen. Dat is natuurlijk al heel lang geleden. Tuurlijk. Dus daarom hebben ze hem gepakt. Ja. Heeft die bedreiging gehad als adres van, hé, als ik jou één keer zie bij ADO, stamp ik smoel in, weet je, dat soort dingetjes. Ja, ja. Dus, maar ook nog eens ontslagen. Dus. Nou, ja, en helaas. Ontslagen. Helaas. Dus voor zijn eigen veiligheid waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Oh, oké. Vreselijk. Wat gaan we volgende week allemaal beleven? Ja, we gaan volgende week hebben een beetje een divers weekje, want behalve dat de LCS natuurlijk doorgaat, League of Legends, en dat we naar de eerste Pro League kunnen kijken met CSGO, is er ook een Call of Duty toernooi aan de gang. Die gaat dit weekend beginnen. Het is de MLG Atlanta. Nice. En als ik uit mijn hoofd, volgens mij zit er €200.000 prijzen, of dollar prijzen geld op Call of Duty. Dus dat is weer tof. Voor echte mannen. Hou je niet van Call of Duty, wil je inderdaad echt iets voor echte mannen. Er is ook een fighting toernooi bezig in Japan. Dat heet de Tokyago 2017. En die doet Street Fighter, Smash Brothers? Street Fighter, Smash, wat heb je? Smash Bros. Brawl, je hebt Smash... Oh, doe meerdere Smashes. Ja, anders verschillende Smash's. Oké. Okay, nou. En hopelijk ook een beetje Tekken. Wellicht. Tekken 7. Maar die is nog niet uit. Die komt pas in juni. Die wordt al Japan. Hè? Er is al 6 jaar uit in de arcade al. Ja, precies. En we doen nog natuurlijk de ESL Pro League. Inderdaad, ja. Jongens, onwijs bedankt voor het kijken deze week. Daar over die dingen die we net stelden. Hebben we volgende week veel meer nieuws. Dat is weer volgende week woensdag op gamers.nl. En volgende week donderdag op YouTube. Dit was Marcel. Ik ben Peter. Laat een reactie achter hieronder wat je allemaal vet vindt. En wat je ook een feedback hebt. Vooral voor hem. En als je het via YouTube kijkt, geef ook even het blauwe. Hoe zeggen jullie YouTubers dat? Blauw duimpje inderdaad, ja. Ja? Duimpje, hoe zeg je dat? Duimpje omhoog. Ik zeg nooit duimpje omhoog. Hoe sluit je af bij raar maar waar? De volgende. Raar maar waar. Oh, ja. Altijd. Maar nooit, jij vraagt nooit om likes. Ik vraag nooit om likes, nee. Jezus, wat heb jij jezelf dat hoeft respect. Niet. Nou, hartstikke goed. Tot de volgende raar maar waar. Dankjewel. We gaan ze liken, jongen. Ja. Zo werkt dat. Zo werkt dat.